De aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Jan Smit BV, Molenaar en Zwarthoedadviseurs, Mick Toren en Kranenverhuur Volendam, Tol Plaatwerk, Supportersvereniging Volendam, Kras Recycling en Kivo Plastic Verpakkingen. Ja, Jack, dat ja. is knap versierd hier. Ja, dat heb net hier goed gedaan, keurig, toch? Ja. Maar we houden wel van gezelligheid, hoor. Het is toch een prachtige tijd, kerst. Kaarsjes op de tafel, lampjes in de boom. Helemaal goed. Prachtig. En twee geweldige gasten aan tafel. Dat zijn Roy Pistoor en Piet Keur. Welkom bij aflevering 91 van Aftrap. Hij heeft in Zandvoort zijn eigen straatnaambordje, de Piet Keur-afgang. En dat is niet heel toevallig. Spits Piet Keur van Haarlem. Feyenoord, AZ, Twente, nou noem maar een batterij clubs op. Ja. Want dit is niet toevallig, hè? Nee, dat is. Ja, dat staat. Ja. Dus, we hebben een aantal tegels in Zandvoort van bekende Zandvoorters, tussen haakjes, zeg ik dan. Het zijn mensen die ooit een keer in een zomerhuisje in Zandvoort hebben gehad of wat dan ook. Een beetje interessant genoeg allemaal. En dan hebben vrienden van mij op het strand bepaald van Piet moet ook wat hebben. Want iedereen kent Piet. En eigenlijk al die mensen die daar liggen, wat geen echte Zandvoort zijn. En ik ben wel een echte Zandvoorter. Dus hebben ze dat voor me gecreëerd. En die vrienden dachten, dat noemen we geen plein of een steeg, maar daar Piet Keur afgang. Ja, je hebt, op strand heb je bij ons zeg maar paden naar beneden. En dat noemen ze afgangen. Ja. En kan ook opgang zijn. Ja. Maar je zou het ook anders uit kunnen leggen. Ja, daarom. Dus. Van het is een afgang. Maar het is grappig bedoeld, maar ik vind het wel iets aparts hebben. Ja, het hangt er al een tijdje en het is niet weg geweest. Ik denk dat de gemeente niet weg durft halen. Leuk dat je er bent. Ja, okay. Ja, waar Piet Keur de ballen erin schoot of kopte, daar moest Roy Pistoor ze juist tegenhouden. Bij onder andere FC Volendam en Almere City. Ja. Roy, welkom. Dankjewel. Heb jij het wel eens meegemaakt dat er een keeper geblesseerd raakte bij de hersteltraining? Nee. Ik heb wel meegemaakt dat er een keeper geblesseerd raakte. Dat was toen Sonny Stevens. Maar dat was echt een dag voor de wedstrijd, zeg maar. Ja. Maar niet bij een hersteltraining, nee. Nee, want we hebben het natuurlijk, Edward, over de Matthew keeper. Ryan. Wat, je hebt het ongetwijfeld meegekregen. Wat dacht je toen je dat zag? Waarom is mij dat nooit gebeurd? Het is toch niet zwaar, maar in de gym. En ik zag een enorme Jaap op zijn jukbeen. Ja, het is ongelooflijk, hè. Ja, ik denk dat de jongen die nu keept, die Owusu, daar heel blij mee is. Hoe gek het ook klinkt, hè. Want je gunt natuurlijk niemand een blessure. Maar het is wel voor zo'n jongen nu natuurlijk een enorm mooie uitdaging, een grote kans. En er komen misschien nog meer wedstrijden aan, want er is ook de Asian Cup komt eraan in januari. Dus, ja, dus hij kan zich nu mooi laten zien. Dat is nu voor Hobie Verhulst. Hij moet nu dus weer een hersteltraining. Ja. Dus hij blijft aan het herstellen. Hij blijft herstellen. Maar voor Verhulst is het natuurlijk wel heel sneu, want dat was eigenlijk de eerste keeper. Toen kwam Ryan. Ja, maar dan kun je nooit echt, zeg maar, waar een trainer naar kijkt, je nooit echt. Gedachten die een trainer heeft, krijg je nooit echt, zeg maar, als keeper ook nooit goed mee. Kijk, hij heeft het heel goed gedaan vorig jaar. Het heeft hij zijn contract volgens mij meerdere jaren verlengd. En dan denk je eigenlijk van, ik ben er nummer 2. En dan heb je zo'n moment. En dan pas kom je er eigenlijk echt achter waar je staat. Ja, en dan is het alleen. Ik weet ook niet wat er bij Hobie besproken is bij zijn contractverlenging. Hè? Nee. Maar ga je jonge jongens opleiden en ga je, zeg maar, de kans geven aan de talentvolle jongens? Want de Westerveld is volgens mij ook geblesseerd. Dat vind ik ook wel een goede keeper. Ja. En waar kiest AZ voor? Waar kies je voor? Zeg maar? Ja, voor de toekomst, he, met Owusu Oduro. Die dus donderdag zijn debuut ook maakte in de Europese wedstrijd. Nou, leuk dat je er bent. Net een goede avond. Hey, Edward. Roy, wat heb jij met Cristiano Ronaldo? Ik denk dat je doelt op de foto. Ja, ik zie hem wel. Ja. Ach, maar. Dit is best wel grappig moment eigenlijk. Ik werd zelfs gebeld vanuit Spanje. Hij is wel een mooie onderbroek. Wel, hè? Ja. Ik draag hij valt in de smaak, ja? Ik draag nooit witte slips, dat is het ergste. Nog. Hij is van Paul Kwasten, die hier ook bij Volendam heeft gespeeld. Maar dat was Ronaldo won met Real Madrid een Champions League wedstrijd. En die stond in de kleedkamer zo gespierd met zijn. Dus ik zei eigenlijk voor de grap, dat kan ik ook. En ik kan eigenlijk vanaf jongs af aan al zo mijn buik uitzetten. En dus, die gasten die lagen helemaal in de deuk. Zei ze van, ja, als we periodekampioen worden, dat was uit bij ons, dan gaan we dat doen. Ja, dus. En dacht, prachtige foto. Ja, en ze dachten, dat doet hij toch niet. Maar, maar je zegt, ik werd gebeld uit Spanje? Ja, de kranten in Spanje die smulden ervan. En op een gegeven moment... we speelden toen het jaar erop een oefenwedstrijd in de voorbereiding tegen een Spaans team. Tegen Espanyol, geloof ik. En iedereen wilde met mij op de foto, terwijl ik eigenlijk met hun op de foto wilde. Het was eigenlijk een beetje omgekeerde wereld. Dus wat zo'n gekke stunt wel niet allemaal teweeg kan brengen. Ja, zo gek ben je wel.
Nou, je houdt toch van een dolletje, Niels Piet? Ja, ik vond dat het wel leuk dat er een beetje sfeer was op het werk, zeg maar. Want het is gewoon werk, hè. Dus, ja. Is altijd wel, ja. Ja, Paul Kwast heeft me eigenlijk gewoon gek gemaakt. Ja, in de Eredivisie zijn we toe aan de laatste speelronde voor de winterstop. En mooi affiche natuurlijk. Op zondagavond om 8:00 is de wedstrijd in Alkmaar tussen AZ en PSV. Ja, Piet, PSV nog zonder één enkel puntverlies. Denk je dat ze ook zo aan de kalkoen gaan, dat ze zo het kerstmaal gaan aanvallen? Ja, dat denk je haast van wel. Maar ja, ik denk als AZ een beetje meer de bluff erin gooit. Wat ik de laatste tijd een beetje mis bij AZ. Een beetje meer dat opportunistisch weer een beetje teruggaan met het publiek erachter. Dat het wel eens voor verrassing kan zorgen. Ja. Maar PSV, dat hoop ik is, wel, PSV is wel, er staat eigenlijk geen maat op, hè, PSV? Nee, maar ik vind wel dat... als je al van tevoren gaat zeggen, PSV wordt kampioen en dat, en dan geef je het eigenlijk al op. Ja, het is nog steeds voor de winterstop. Ja. Stel je dat ze toch nog even dat tikkie krijgen voor de winterstop. Dan ga je toch iets anders de winterstop in, als dat je ongeslagen de winterstop in gaat. Ja. Niet meer AZ heeft Pavlidis. Wat maakt hem nou eigenlijk zo goed? Ja, hij is gewoon een fantastische spits in alles. Aannames, beweging. Soms vind ik wel eens dat hij te ver naar de zijkanten gaat. Want daar maak je geen doelpunten, zaten ze vroeger altijd. Nee. Hij moet gewoon rond de 16 maar blijven. Zeg maar van punt tot punt. Maar die man is gewoon, ja, heeft gewoon een neus voor de kool. En wat ik heel knap van hem vind. Iedereen weet dat hij de gevaarlijkste spits is. Maar hij flikt het elke keer opnieuw. Ja. Dan heb je gewoon wat. Klaar. Ja. Maar wat is dit in Nederland wel iets beter. Maar wat is dat dan, Piet? Wat hij heeft? Ja. Of is hij gewoon heel compleet? Ja, dat vind ik wel. Hij is best wel redelijk snel, vind ik. Hij is alleen voor de keeper is het meestal een goal. Hij kan aardig koppen. Hij is gewoon een allround spits. Maar is hij houdbaar voor AZ? Ja, maar dat zeiden ze vorig jaar ook al. Ja. En hij is al zijn niet weg. Nee, maar hij zou... Nu zeggen ze weer dat hij in de winterstop weer weggaat. Ja. Ja, die jongen verdient het wel. Maar ja, ik denk dat het buitenland ook een beetje huiver is geworden met spitsen aanhalen natuurlijk. Uit de Eredivisie, alles, bedoel je? Ja, want alle spitsen die hier gehaald worden, de laatste, zeg overdreven zeg 10 jaar, zijn er maar weinig die slagen in het buitenland. Ja, en dat zegt iets over de Eredivisie, bedoel je? Ja, dat ligt gewoon aan de Eredivisie. Maar dat is ook logisch als je ziet de kapitaalverschillen tussen, ik noem alleen maar de Engelse competitie of de Spaanse competitie. Is gewoon, maar welke spitsen denk je dan? Dan bedoel je aan die jongen van VVV, denk ik, Giacomakis? Ja, maar gewoon eigenlijk de afgelopen 10 jaar. Vincent Janssen heeft het op een goed gedaan. Noem maar nou een spits die in Nederland topscorer is geworden. Vincent Janssen? Wie? Vincent Janssen? Ja, maar is die topscorer geworden in... Ja, maar niet zeg maar wat de bedoeling was. Als je van AZ vertrekt naar Tottenham, dan heb je zeg maar wel... Dan bedoel ik de Engelse competities, Franse competities, Duitse. Ja. Noem maar één spits op die geslaagd is in het buitenland. Ah, die Dallinga doet het wel aardig, toch? Ja, maar die is... En die zit nu ook opeens weer op de bank. Dus het is ook net... Hoe kijk jij naar Pavlidis en zijn kwaliteiten? Wat Piet zegt, hij is natuurlijk sterk. Hij is redelijk technisch, is zijn basistechniek. Dus zijn aanname is bijna altijd goed en naar de goal. En als hij dan oog in oog met de keeper komt, is hij nog rustig ook. Dus ja, en als keeper heb je zeg maar altijd dat je een beetje in een ruimte komt... die je moeilijk kan dekken, dat je eigenlijk alleen maar groot, jezelf groot kan maken. En hij heeft dan het vermogen om niet blind te schieten, maar om te sturen met zijn binnenkant voet. En eigenlijk ben je dan als keeper vrijwel altijd kansloos. Of je moet gaan gokken. Maar wat zou hij dan als vervolgstap moeten zetten? Als jullie zeggen van ja, die Eredivisie-spitsen die halen het niet. Sub-top buitenland, denk ik. Maar moet je dan ook niet pas aan het einde van het seizoen gaan? Zou ik wel doen. In plaats van tussen. Zo'n hele voorbereiding meepakken bij een club. En dan subtop. En wat noem eens een soort club waar je dan aan zit te denken? Voor een logische vervolgstap? Ik vind het altijd een beetje onzin. Hè? Want je altijd zegt van, moet je dan in de winterstop gaan? Nee, je moet wachten. Je moet gaan wanneer je kans krijgt. Zo simpel is het. Ja, een contract voor 1,5 jaar trouwens. Dus AZ zal ook wel een beetje kijken naar de centjes. Ja, daarom. Maar ik denk, als je de kans krijgt om te gaan. Hoe oud je ook bent. Ik word wel eens moe van het al die verhaal van, ja, je moet eerst rijpen in deze competitie. Oh nee, maar dat is niet meer. Ik bedoel meer van, het is makkelijker voor jezelf als je een hele voorbereiding meemaakt in een team. En als je ergens in de winterstop... Ja, maar je kan ook na de winterstop, een week na de winterstop, kun je poot breken. Ja, dat ben ik met je eens. Maar je weet wel dat de kans ook weg. Je moet gewoon je kansen pakken vaak, die je krijgt. Ja, maar winterstop is wel vaak zeg maar dat je een korte voorbereidingsperiode hebt. Dat ze vaak het team wat staat voor de winterstop, dat ze dat laten staan. En dan moet je het doen met invalbeurten. En als je zeg maar spits bent en je wil vertrouwen kweken en je wil je laten zien aan je nieuwe achterban. Kijk, ik vind het wat anders als het een jonge speler is, maar hype.
zat ervaring al. Ja. Maar nog even terugkomend op de vraag. Een leuke club, waar zit je aan te ik denken? Ik zat een beetje te denken aan zo'n club als Frankfurt, weet je, wat wel gewoon aanvallend voetbal speelt. Ja. En dat is zeg maar subtop Duitsland. En dat, is dan wel een, dat schoot me nu even net te binnen. Dat lijkt me wel een mooie club voor zo'n spits. Ja, Ajax zal normaal gesproken als nummer 5 de winterstop ingaan in de Eredivisie. En Volendam, ja, Volendam voor hen dreigt de rode lantaarn. Spelen zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Sportclub Heerenveen. Op de bank dan opnieuw interimtrainer Michael Dingsdag. En met zijn komst is de rust bij FC Volendam wel weer enigszins teruggekeerd. Ik vind het vrij rustig, want ik zie niet zoveel stukjes meer op internet verschijnen. Nou ja, ik denk dat we natuurlijk best een roerige periode gehad hebben. Maar ik denk dat we tegen Feyenoord wel goed voor de dag zijn gekomen. En die lijn willen we eigenlijk wel doortrekken richting Heerenveen. Hoe ga je dat doen? Iets minder parkeerde bus als tegen Feyenoord. Maar ja, we moeten ook reëel blijven en realistisch. Tegen Feyenoord was het natuurlijk een heel ander soort wedstrijd als tegen Heerenveen. En dat moeten we ook zelf op de mat gaan brengen nu. Nou sta je voor de groep. Wordt dit je tweede wedstrijd? Maar de vraag is natuurlijk, hoeveel gaan er nog volgen? Hoeveel kunnen er nog volgen? Als het goed is, kan je 4 wedstrijden doen. Maar de afspraak is tot de winter stoppen en dan doen we dat. Is het dan lastig dat hij niet tot het einde van het seizoen jullie trainer zal zijn? Ja, kijk, volgens mij heb je nog geen UEFA Pro. Dus volgens mij kan je dan niet het hele seizoen voor de groep staan, denk ik. Maar er is wel iemand erbij die wel UEFA Pro hebt. Dus we moeten gaan kijken hoe dat gaat. En dat is aan degene die de keuzes moeten gaan maken straks. Of deze optie blijft of niet. Ja, dan bedoelt hij natuurlijk Regilio Simons, die wel over de benodigde papieren beschikt. En zou dan het duo Regilio Simons Michael Dingsdag misschien een optie zijn? Ja, ik vind het altijd lastig. Kijk, ik weet nog dat Maarten Stekelenburg toen ontslagen werd bij Almere. De trainer. En daar had ik een hele goede band mee. En dat vond ik best lastig, maar het liep gewoon echt niet. En toen kwam Jack de Gier. En het eerste wat er eigenlijk gebeurde is dat er... Ja, plezier werd gemaakt weer. En het plezier was eigenlijk een beetje weg bij iedereen. Omdat het gewoon, het was een soort van andere gedachtegang dan dat de trainer eigenlijk wilde. En dat plezier bracht zoveel terug. En toen kwamen de resultaten. Ja, en dan zag je in één keer dat het heel hard ging, zeg maar. En Simons zit nu al bij Volendam. Ja. Ja. Dinsdag ook, hè? Die waren de trainer van Jong. Ik denk, zeg maar, als ik nu de situatie een beetje vanaf de zijkant aanschouw, en ik weet natuurlijk niet alles, dan lijkt het mij verstandig juist om wel zeg maar zo'n soort impact te maken met een nieuwe trainer. Echt een fris gezicht van buitenaf. Ja, een fris gezicht en gewoon eens een andere blik. En misschien die jongens weer ook even... Dat je weer krijgt dat mensen, dat ze geen bekenden zeg maar... Dat ze zich allemaal weer opnieuw willen bewijzen. En dat er een kans ligt, een mogelijkheid. Ja, je moet je opnieuw bewijzen met een nieuwe trainer. Ja, ja. En dit is allemaal toch een beetje toch vertrouwd. Ja, ja. Wie vind jij eigenlijk het wereldje? Wat zeg je? Het voetbalwereldje. Het voetbalwereldje. Het voetbalwereldje zoals het nu is, ja. Ik heb natuurlijk nog 3 jaar rondgelopen bij AZ. Spitsentrainer, hè, was jij? Ja, spitsentrainer, ja. Het zou eerst begonnen eigenlijk als een part-time baan. Ik zou 3 keer in de week erbij zijn. En bij de thuiswedstrijden. Uit was niet verplicht. Maar op een gegeven moment vond ik het wel zo leuk worden. Met de spelers op het veld en met de staf en alles. Dat vond ik fantastisch. Dus ik was eigenlijk op een gegeven moment een fulltime baan. Alleen alles wat er omheen zit, laat ik het zo zeggen. Alles moet tegenwoordig volgens de regels. Alles wordt volgens computers. Alles is berekend. En ik ben meer van de oude stempel. Ik zeg niet dat het dat beter of slechter is. Alleen ja, ik ben het gewoon. Ik was dat niet gewend. En ik voelde me daar niet prettig bij. Nee. Dus ik heb op een gegeven moment, tot Gert-Jan Verbeek, nog een paar keer zei van blijf nou gewoon. Spelers kunnen goed met je opschieten. Wij kunnen goed met je opschieten en dit en dat. En ik heb het onwijs naar mijn zin gehad op het veld. Maar daarbuiten, de rest, dat was mijn pakje al niet. Piet, als jij nou spitsentrainer zou zijn nu van Brian Brobbey, wat zou je hem dan vertellen? Ja, weet je wat, ik volg die discussie natuurlijk ook wel. Maar vergeet even één ding, hij is pas 21. Ja, ja. Die jongen heeft nog een hele carrière voor zich. Ja. En iedereen kan hem veroordelen of niet veroordelen. Ik zou het gewoon niet weten. Ik denk dat je hem pas over 5 jaar kan beoordelen. Ja, maar als je nu hem zou moeten begeleiden als spitsentrainer, wat doet hij goed en wat doet hij verkeerd in jouw ogen? Ja, dan zou je dag in dag uit met hem moeten werken. Zie je toch in wedstrijden? Dat die... Ja, maar mijn wedstrijd is toch anders. Ik heb met Joosje Altendoor toen getraind. Toen hij in het begin bij AZ kwam, toen dacht ik, wat hebben ze nou gekocht? Nou, dat meen ik echt. Amerikaan, hè? International geloof ik ook zelfs. Ja? Hij was heel leergierig. Dat wel, maar de basisdingen,
Ja, ik ben een dag in de ruimte met hem. Hij wou heel graag, hè. Dus hij vroeg ook elke na de training even extra. Dit, Piet, wat moet ik beter doen en dat. Kijk, dat is met Robbie denk ik ook. Hij moet aan de slag gaan met... Johnny Bosman gaat het nu geloof ik doen. Ja. Nou, John is natuurlijk ook een topspits geweest. Ja. Ik denk dat hij daar wel beter van gaat worden. Ja. Maar het is gewoon... Je kan niet iemand van 21 jaar al veroordelen. Nee. Dat vind ik eigenlijk... Natuurlijk speel je bij Ajax, dus de lat ligt veel hoger. Maar je moet wel een beetje geduld hebben. Maar moet hij rustiger worden voor het doel? Ja, ik weet niet. Kijk, als je die eerste helft tegen PSV ziet... dan zit ik ook voor de tv en denk ik... hoe is het god nou mogelijk dat Ajax niet met 4-0 voor staat? Ja. Want dat is gewoon, als hij normale ballen gewoon binnenkant voet erin schiet... is er niks aan de hand. Ja. Ja, maar dat is wat je eigenlijk net zegt bij Pavlidis. En dan ga je toch een klein beetje vergelijken. Maar dat is ervaring. Die is ook die is 22, zei je net? Ietsje ouder. Oh, okay. Ja, hij is wel iets ouder. Ja, je ziet wel dat die, zeg maar, die bal die wel met rustig met binnenkant voet inschiet. En, ja. Ik vond, de laatste wedstrijd van Bobby, was hij wel veel rustiger al. Ja, vond ik sowieso de laatste weken. Voortrekken. Maar is het toch ook wel een beetje type, zeg maar. Als je zeg maar, Bobby is natuurlijk enorm sterk. Ja. Enorm snel, dus explosief. Ja. En krachtig. Dan ben je vaak wat onrustiger in je voetenwerk. Ja. En dat is eigenlijk ook een beetje een type spits wat hij is. Maar hij heeft de hele opleiding van Ajax gevolgd. En dan wordt er ook alles op techniek en zo. Alles ja, maar als jij 30 kansen per wedstrijd krijgt... want de jeugd van Ajax is wel echt, zeg maar, extreem goed, zeg maar. Tenminste, dat ik in de jeugd... Nee, snap wat je bedoelt. Maar dan krijg je gewoon, wij kregen tegen Ajax, waren we gewoon blij als we onder de 3-4... als we het onder de 3-4 hielden, zeg maar. Maar neem van mij aan dat Johnny Bosman dat erin krijgt, hoor, bij hem. Ik denk het ook. Ja, in principe heb je alles. Hij is niet groot. Maar als dan iemand het moet doen, dan kan Sean het wel doen. Ja. Ja, ja. Maar ja, ik denk dat je die vraag over 2 jaar nog een keer moet stellen. Ja. Hij heeft natuurlijk het nadeel dat er een flink prijskaartje om zijn nek hangt. Ja, maar 18, 19 miljoen voor betaald. Dan verwacht je als supporter verwacht je natuurlijk ook het een en ander. Ja, maar ja. Dat is natuurlijk oneerlijk, maar zo is het wel. Het zijn wel de cijfers. Ik snap wat je doet. De lat ligt ook veel hoger bij Ajax. Alleen, ja, ik heb altijd iets. Doe eerst nog eens rustig. Wacht even af. Hoeveel spelers zijn hier bij topclubs afgeschreven? En die komen later weer via een omweg terug. Ja. Goed, Edward. We gaan even terug naar FC Volendam. Ja, is er nog wat gebeurd deze week? Nee, het was relatief rustig. Hoe kijken jullie daar tegenaan, tegen alle ontwikkelingen? Nu wil Team Jonk weer juridische stappen gaan zetten. Ik sta er te ver vanaf. Maar ik vind wel dat noem je dat al Team Jonk, zeg maar. Natuurlijk wel een grandioze presentatie geleverd. Hij heeft altijd gezegd, we gaan rustig bouwen met mooi verzorgd voetbal. En hij heeft wel promotie afgedwongen. Hij heeft vorig jaar, het eerste jaar, ook moeilijk. Stond hij ook op degraderen voor de winterstop, zeg maar. En hij heeft het toch weer voor elkaar gekregen. Dus ik denk dat hij wel wat iets meer kredieten had kunnen krijgen. Ja, letterlijk iets meer krediet. Want hij hangt gewoon een prijskaartje aan, toch? Aan die prestaties. Daar sta ik ook te ver vanaf. Ja. Maar als ik zuiver naar het voetbalgedeelte kijk en het prestatie... Ja. Vind ik wel dat ze het onwijs knap gedaan hebben. Dat ze iets te makkelijk afscheid hebben. Maar ze gaan nu, Roy, ze gaan nu juridische stappen zetten. Dat wist ik nog niet. Ik vind dat ik hier zat, was Henk Kras, de voorzitter van FC Volendam... En die heeft echt hele mooie dingen gedaan voor de club. Denk ik ook de club meerdere malen op geholpen, zeg maar. Mm. Zeg maar met van alles binnenhalen. En toen was het eigenlijk het startpunt van Jan Smit. Ja. En Jan Smit heeft natuurlijk ook hele mooie dingen gedaan voor de club. Dus Jan heeft in ieder geval hard voor de club. Ja, ik vind het gewoon heel spijtig dat het, zeg maar, op dit punt beland is. Dat vind ik echt, omdat er maar de grote verliezer is gewoon de club. Ja. En ik zeg altijd, ja, kijk, en dan Jan of Henk, dat maakt even niet uit. Ik vind gewoon dat niemand is groter dan de club. Nee. En je zou bijna hopen van, jongens, kom op. Kom weer tot elkaar. Ja, ja. Weet je. Ja. Kijk, en ik snap best wel, als je zeg maar aan Volendam denkt, denk je toch snel aan Jan Smit. Dus je zou echt zo'n... Perfecte ambassadeur natuurlijk. Ja, precies. Ja. En wat er nu gebeurt is gewoon echt, vind ik echt heel spijtig. Maar Edward, wat is nou eigenlijk... Team Jonk heeft zelf aangegeven van, we stoppen ermee. Alleen ze hebben niet gezegd wanneer. Nee, dat zeiden ze. Ja. Dat is eigenlijk het punt. Ja, behalve dat Kolen nu wel zijn congé heeft gekregen natuurlijk. Die heeft te horen gekregen van, je bent niet meer welkom op het bank te gaan zitten. Wat op zich ook wel weer logisch is, als je een statement ondertekent dat je weggaat. Ja, maar als we, zeg maar, want Piet zegt natuurlijk terecht van, ze hebben hele mooie dingen gedaan, zijn gepromoveerd en zijn er vorig jaar ingebleven. Ja. Als je op dit moment kijkt, zeg maar, de afgelopen, zeg maar, gewoon even de eerste seizoen zelf, voetballen ze natuurlijk niet des Volendams, zeg maar. Dat wil ik was vorig jaar natuurlijk ook lange tijd niet zo. Wim Meek speelde ook niet zijn favoriete Cruijffspelletje. Klopt. Ja, dus het is gewoon ook heel moeilijk, denk ik, van een club als FC Volendam. Met een heel beperkt budget om te overleven. Zeggen ze altijd. De klein voor het tafel. Klein voor het servet. De groot voor het servet. Ja. De klein voor het tafellaken. Ja. 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 Nou, het zou kunnen. Misschien is dat wel de conclusie. Maar als er 8 mensen weggaan op toch cruciale posities, dan heb je als organisatie wel een probleem, hè? Ja, weet wel zeker. Wie er ook gelijk heeft of wat er ook aan de grondslag ligt, op cruciale posities zijn 8 mensen weg. Wat Roy zegt, gewoon zonde voor de club. Juist. Ja.
Goed, we gaan naar Kratje Trap. En bij Alkmaarse Boys zitten ze nu op het puntje van de stoel. Want ze gaan kijken of VSV hun nog in kan halen. Serieus rekken, hè? Ja, nee, maar echt, dit doen we geen rekken, Pascal. Dit is voor mij meer dan genoeg. Meer dan genoeg, echt waar. Er zit nog meer spanning op dan normaal. 87 punten, hè? Ja, dat gaan wij overtreffen. Zegt hij met een lach, hè? Dat zegt hij met een lach. Ben mag alles schieten en dan gaat het goed komen. Ik dacht de kale kop aan de buitenkant. Nee, degene die echt niet kan schieten, die moet in het midden. En dat ben ik. Oh, jij gaat in het midden? Ja. Oké, dus je gaat even veranderen van positie. Ja. Nou, doe dat maar, dan gaan we ons klaarmaken. Tape eromheen en knallen. Ja. Nou, kijk eens wat we hier hebben, mannen. Nou ja, zeg. Waar komt die vandaan? Ja. Ik weet het ook niet. Hij was er ineens. Heren. Ja. Kleine ballen. Drie kleine ballen voor drie grote ballen. Ja. Dank u. Drie kleine ballen. Jullie mogen zelf bepalen met welke ballen jullie ze omruilen. Mannen, zien jullie daar de kratjes? Ja, zeker. En weten jullie ook wat erop staat? Telstar, hè? Ja. Zeker. Telstar, ja. 5 punten. Ja. Volendam, 10 punten. AZ, 15 punten. En Ajax, 20 punten in de goal. 3 punten, mis geen punten, 2,5 minuten tijd. Ja! Succes! Dank u! Drie punten. 1 op zijn baan te raken. En Pion, ja, weer 3 punten erbij. Dit moet hem worden! Oh. 40 seconden pas onderweg. 100% scoren. Alleen we willen kratjes. Mannen, we willen kratjes. Kratje. Oh. 1 minuut niet. Ja, Ben. Ja, die is het. Deze is makkelijk. Alles geven, mannen. Alles geven. 3 seconden. Ja. Oh. Ik hoor netjes. Ja, we zijn tevreden. Ja. Bijna alles in. Dus, 1 of 2 missers? Ja, 2 missers. Ja. 1 keer de krat geraakt. Kratje Telstar. Hey! Ja, ook VSV 3 uit Velsenbroek redt het dus niet. Een punt totaal van 41 is niet voldoende om Alkmaarse Boys van de eerste prijs af te houden. Die winnen deze bal. Daar mogen jullie Jan tekening op zetten. Roy, als jij dat als eerste alvast even wil gaan doen. Maar nou vorige keer Trouwner en nu Jan van Alst. Ja, die vinden het spelletje zo leuk. Die doen allemaal mee. Ja. Mocht je nou nog met jouw team ook mee willen doen aan Kratje Trap... want we gaan na de winterstop gewoon weer door... dan moet je even een mailtje sturen naar onderstaand mailadres. Deze bal kan je dus niet meer winnen. Die is vergeven, maar er komt straks weer een nieuwe bal... met nieuwe handtekeningen. En deze is dus door Piet Kuur als laatste gesigneerd. De eerste bal overigens werd gewonnen door de vrouwen van Nieuw Sloten. Die zitten ook in de finale, net als Alkmaarse Boys. Piet, ben jij net zo... knocht aan Zandvoort als een Volendammer aan Volendam? Precies hetzelfde. Ja? Ja. Je gaat er nooit meer weg? Nooit meer. Snap ik. Wat? Ja, snap je dat? Ja, heb jij ook wat met Zandvoort of niet? Nou, ik niet. Ik met Volendam. Ja, nee. Snap ik het. Maar wat is dat met Zandvoort dat jij... Geboren, getogen, alles. Zijn eigen alles. Afgang. De eigen afgang, ja. Ik ben oud. Het mooiste voorbeeld ooit. Ik ging midden in de zomer, had ik getekend bij de FC Twente. Tenminste, ik had getekend bij FC Twente. En midden in de zomer, ik denk 3 juli of zo, voorbereiding natuurlijk beginnen bij, in Enschede. Ik kwam eraan en ik dacht bij mij, hier ga ik spijt van krijgen. Wat heb ik in godsnaam gedaan? Echt waar? Ja? Wat zag je? Ja, ik wou me voor gaan stellen, alles heel dood waar ik woonde. Helemaal niemand, helemaal niks. En bij ons was het natuurlijk één al, feest. Wel eens anders, gewoon één feest bij ons. En ik wou me voor gaan stellen aan de buren. Ja, niemand was thuis, iedereen was op vakantie. En ik dacht maar, ik denk, ga de stad maar in mijn eentje. Ik zat er toen echt in het begin in mijn eentje. Wim Ballen kwam toen later. Ook van HFC Haarlem, ja. En toen dacht ik maar, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Dus ben ik daar zeg maar een week gezeten om mijn huis in orde te maken. Dat. Nou, ik dacht, ik ga terug. Ik leef mijn contract in en ik ga weer terug. Maar het kwam uiteindelijk toch goed? Ja, het heeft wel een tijdje geduurd. Okay. Maar daarna begon het wel een beetje, hoe zeg je dat? Zo'n studentenstad natuurlijk, Enschede op een gegeven moment. Mm-hmm. En toen kwam ik er wel een beetje in. Je leerde van studenten kennen. Ja, ik hou nou helemaal van een beetje reuring, dus ja. Maar ja, ik nam wel spelers mee van FC Twente, ook van Laat, van Heerenveen of wat dan ook. Waar ik ook heb gezeten. En dan kwamen ze in Zandvoort midden in de zomer aan. En dan zeiden ze altijd tegen mij van, hoe kun je in godsnaam hier weggaan en naar ons toe gaan? Je lijkt wel knettergek. Ja.
Je moet gewoon hier blijven. Maar eigenlijk heb je altijd in Zandvoort gewoond, met uitzondering in de tijd dat je bij Twente speelde. Ja. Bedoel je dat? Toen je bij Feyenoord speelde, reed je op bij Feyenoord in Heerenveen. Was verplicht eigenlijk bij Feyenoord ook om daar te wonen. Maar Ruud Heus en ik zaten allebei. Ruud woonde in Hoorn. En ik woonde in. We spraken gewoon af. We gingen elke dag heen en weer. Pieter, maar jij hebt bij Haarlem heb je een prachtige tijd gehad. Hè? En daar speelde je samen met Pieter Huig en Wim Balm. En Luc Nijholt, noem ze allemaal. René Tol nog trouwens. Ja, klopt. En jij ging toen met Wim Balm naar Twente. Ja, dat was. Ik was toen topscorer van Haarlem. En we zaten. Haarlem zat best wel in de lift. We werden toen vierde van Nederland. Dus we hadden ook Europees voetbal die jaren. En daarna kregen we een beetje. Ruud Gullit ging toen weg. Ruud Gullit, ja. Ruud, het eerste jaar heb ik nog mee gespeeld. Martin Haar. Martin is altijd gebleven. Martin ging op een gegeven moment ook naar AZ. Ja. En eigenlijk is Haarlem in die jaren altijd wel een goede ploeg geweest. Alleen het publiek liet zich altijd een beetje afweten. En op een gegeven moment kreeg de mogelijkheid, kreeg een belletje van Jan Kasper, was dat toen nog. Algemeen directeur toen van FC Twente, en die vroeg of ik interesse had. Toen ben ik heen gegaan en was eigenlijk heel vrij snel rond. En het was een heel apart verhaal. En we zaten in het. Ik was toen ook gekozen voor het Olympische elftal. En Dick Advocaat had net bekend geworden dat hij trainer van Haarlem zou worden. Ja. Maar ik was al rond met Twente. En Wim Ballen was ook al rond met Twente. Maar dat moest nog geheim gehouden worden. Dus ik zat in het vliegtuig en Dick Advocaat kwam naast me zitten. Hey Piet, we gaan dit doen en we gaan zus doen. En dat. Ik vond het lullig om tegen Dick te liegen. Dus ik zeg, Dick, ik wil niet veel zeggen, maar ik heb al getekend met Twente. Nou, die werd helemaal knettergek in het vliegtuig. Ja. En dan zei ik erachteraan, en nog een verrassing, Wim Ballen ook. Ja, wij waren toen die tijd wel twee sterke ouders, zeg maar, van het elftal. Ja. Dat was dan linksaf, Wim Balm? Ja. En Advocaat ging helemaal over de rode. Ik denk, wat is dit nou? Ja. Ik kwam bij Feyenoord nog terecht. Ja. Ik las, je hebt met Kieprits op de kamer gelegen, klopt dat? Kieprits was het. Ja, dat is wel een heel apart verhaal. Met Jozef, ik was daar natuurlijk altijd al een beetje de, zeg je dat, rebel, zeg maar. En in tien uur tijd had je Ger Lagerdijk, die was de elftal manager. En die dachten maar even te pakken. We gingen naar Saudi-Arabië. Nou, natuurlijk helemaal niks te beleven daar. En dan zei hij van, Kieprits en ik sliepen op de kamer. Kieprits kon geen woord Engels. Nee, niks. Hij kon helemaal niks. Dus die dachten dat mij wel even te pakken hebben, dat ik wel wat rustiger zou worden. Dan heb ik de hele nacht met Jozef Kieprits wakker gehouden. En dan heb ik een boekje gepakt. Presentatiegids van Feyenoord. En elke naam die erin stond, zei ik bijvoorbeeld Ton Lokhoff. Dikke drol. Jozef de hele nacht. Dikke drol. Geen Lagerdijk oplichten. Dus dat heb ik de hele nacht volgehouden. Samen met Jozef. En we zitten 's ochtends aan tafel. En die Geen Lagerdijk. Hey Piet, heb je een leuke nacht gehad? Lekker met Jozef kunnen we. Kom eens in. Ik zei ja hoor. Ja, lekker. Hey Jozef. Jozef. En dan zei zeg, mag ik even wat zeggen? Ja, ik heb Jozef wat woorden gelicht. Nou. Dus ik ging het hele lijstje af. Die hele spelersgroep lag helemaal gevouwen. Alles eromheen in de lager. Die werd steeds rooier van kwaadheid. Die dacht even mij te pakken. En zo pakte ik hem dus terug. Ja. Zeg maar. Hey Piet, wie was jouw beste trainer met wie je hebt gewerkt? Hans van Doornenveld? Nee, Hans niet. Nee? Nee, ik ga niet. De man is overleden, dus ga ik niks kwaads over zeggen. Nee. Maar mijn beste trainer is wel, denk ik, door al die jaren heen Theo Vonk en Foppedaan geweest. Ja? Ja, dat heb ik wel het meeste. En wat maakte hun dan zo goed? Nou, Foppedaan hebben vanuit het niets eigenlijk mij fit gekregen. Ik dacht dat mijn carrière voorbij was. En toen belde Riemen van der Velde op. Van, wil je een jaartje pinchhitter worden om, Kamataro op te volgen? Oh ja. Nou, dat was natuurlijk een volksheld daar. Ja. En dat is me redelijk gelukt, maar ik werd met de dag fitter daar. Ja. Maar net toen, voor die tijd, trainingsmethode. Dat was heel apart. Ik heb er dingen meegemaakt, maar ik werd steeds met de dag fitter. Ik snapte er zelf ook niks. Ik was toen al 35. Zat er wat op het eten? Of, misschien door het bier? Ik weet het niet. Nee, met Vonk. Dat is ook een mooie anekdote. Ik heb natuurlijk 2 jaar onder Vonk gespeeld. Ja. 2 keer Europees voetbal gehad, 2 keer topscorer bij Twente. En toen zei hij, ik denk 4 maanden van tevoren of zo, had hij een interview. Die zei van, als we Europees voetbal halen, mogen Balm en Keur blijven. Terwijl ik al wist dat Wim zou stoppen met betaald voetbal. Die ging toenmalige vriendin, Miss Noorwegen. Dus die is verhuisd naar, geëmigreerd naar Noorwegen.
Nu, nooit meer teruggekomen. Dan woont hij nu nog steeds. Dan woont hij nu nog steeds. Nooit meer teruggekomen. Dat wist ik al. En toen zei hij tegen mij, als we Europees voetbal halen, dan mag je blijven. Ja, toen dacht ik bij mij, ja, dat zal lekker worden. Ja, maakt niet uit of ik mag blijven. En toen scoorde ik geloof ik de gelijkmaker tegen Feyenoord uit. Waardoor we dus Europees voetbal haalden. En toen zei hij na de wedstrijd, nou, het is rond. Ik zei, ja, maar ik ga lekker weg. En toen had ook nog een keer in een interview gezegd, zei hij van... die Piet Keur, als hij zo doorleeft, met mijn levensstijl in die tijd... zei hij, die staat op zijn 35e... achter de lopende band bij de Hoogovens in de Muid. En toen haalde hij me dus terug naar het set om kampioen te worden, zeg maar. Wat ook later gelukt is, gelukkig. En toen kwam ik binnen en zei ik, hey, Theo... Ik zeg, is het toch wat anders als de Hoogovens? Ja. Dat kon hij zich nog wel herinneren. Dus was, ja, is deze, mooie tijd. Deze foto, want die pak ik dan gelijk maar eventjes erbij. Die, ja, is een van de mooiste jaren. Kampioensjaar, ja. Dit is ergens midden jaren 90. 65, dit was volgens mij in 94, 95. Ik weet niet zeker meer, precies. 96. Ja. En waarom heb je deze meegenomen? Je gaat op de schouders. Dat is natuurlijk sowieso mooi met zoveel mensen om je heen. Ja, in de Alkmaar de Hout. Alkmaar de Hout, ja. De Schering had toen gezegd van wat er ook gebeurt. Die supporters vieren het mee. Kijk, tegenwoordig mag niemand meer het veld op. Nee. Maar dat was, dit was heel wat anders natuurlijk. Dit was het hele stadion, het stroomde vol. Spelers, het was één groot feest. Maar heb je dan nu met AZ bijvoorbeeld meer dan met Heerenveen? Of met Heerenveen meer dan met Feyenoord? Nou, met AZ heb ik natuurlijk wat iets meer. Omdat ik natuurlijk ook nog jarenlang trainer ben geweest. Ja. Ook van de jeugd. Ja. En later ook nog een spitsen trainen. Ik heb zelf 3 jaar bij AZ gevoetbald. Ja, ik vind AZ... Of toch Haarlem? Waar je toch een aantal keren... Ja, maar Haarlem bestaat niet meer. Dat is het jammer ervan natuurlijk. Ja, ja. Kijk, als Haarlem nu nog zou bestaan, zou ik meer met Haarlem hebben. Omdat ik daar natuurlijk ben begonnen. Ja. Overal waar je begint. Maar ik heb AZ gewoon... mooie club. Mooie warme club. Roy, ja. Jij bent directievoerder bij HVC Energie. Ja. Wat houdt dat precies in? welke klasse spelen die? Ja, ja, dat is... Ja, het is eigenlijk dat je de aannemers die het warmtenet voor ons aanleggen in Alkmaar... of Langendijk of een van onze aandeelhoudende gemeentes... dat je die eigenlijk begeleidt in hun werkzaamheden. Dat kan van alles zijn, met vergunningsvragen of technische vragen... over het warmtenet, hoe we het aan moeten leggen. Ja. Dus ja, best wel een leuke baan. Ja, maar jij bent nog vrij jong. 33, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Waarom ben je nou eigenlijk geen keeper meer? Nou ja, kijk, ik sprak net over Jack de Gier. Ik heb me voorgenomen om niet te veel slecht... Nee, het is best wel... Je kan hier alles op tafel gooien. Prima man, hoor. Man. Ja, ik had gewoon niet zo'n klik met Jack. En er was gewoon een tijd dat ik mezelf beter vond... dan de eerste keeper op dat moment. En ja, dat was eigenlijk... toen zei hij tegen mij een keer van... ja, maar we kiezen voor voetbal van achteruit. En hij is iets beter met zijn voeten. En dan moet ik heel eerlijk in de spiegel kijken, dat vond ik ook. Alleen op een gegeven moment ging het met zijn voeten wat minder goed. En werd hij zo onzeker, die jongen. Dat, zeg maar, dat hij zelf wel eens tegen mij zei van... nou, veel succes volgende week, weet je wel. En dan speelde wie was de eerste keeper daar op dat moment? Giel Kramer. En dan zeg maar... toen dacht ik op een gegeven moment van... ja, een week later stond ik er weer niet op. En toen ging het weer mis. Toen dacht ik van ja, man. En toen was het op een gegeven moment in de kleedkamer... werd gezegd bij de geen ballen onnodig meer terugspelen naar de keeper. En niet onnodig opbouwen. Maar toen dacht ik van ja, maar nu haal je zeg maar dat... dat aspect ga je nu weghalen in je beoordeling. Ja. Want dat is nu niet meer van belang. Want dat ga je nu. Je zegt geen ballen meer terug op de keeper. En geen onnodige korte opbouw. Terwijl dat en dan vind ik, dan moet je kijken naar de beste keeper. En vond ik mezelf beter. En eigenlijk het halve team als ik geloven mag. Weet je wel. Ja, dan, dus dat deed op een gegeven moment wel pijn. En alleen ik had nog een doorlopend contract. Dus ja, toen kon ik in de winter verhuurd worden aan ASV De Dijk. In de tweede divisie. Met Jack Tuip nog, toch? Met Jack Tuip nog, ja. Dus had ik nog een appje gestuurd van tevoren. En die zei ik, wat er ook gebeurt, zorg nou niet dat zij jouw salaris moeten betalen. Zorg gewoon dat Almere jouw salaris blijft betalen. Dus dat is het enige wat ik nog, zeg maar, toen nog geëist heb, zeg maar. Want bij De Dijk betaalden ze niet? Of had Jack daar ervaring? Er waren wat problemen. Ja, was van de brandspinning? Ja. Maar daar heb Jack het ook niet zo lang volgehouden. Nee. Hey, ik was nog geen week daar in Jack. Ja. Ja, maar heb je daar wel gekiept? Ja, eigenlijk best wel veel. En ik viel ook heel veel op. Ik zal nooit meer vergeten dat we op een wedstrijd speelden tegen Kosaka Boys. Met Danny Buijs nog als trainer. We verloren met 3-0 en ik stond in het elfde van de week. Ja, dat kan eigenlijk normaal gesproken helemaal niet, weet je wel. Ik pakte volgens mij 2 penalties in die wedstrijd. Maar had je dan niet weer terug gewoon het betaalde voetbal ingemoeten? Ja, kijk, ik was vader geworden van mijn oudste zoon. En ik wilde wat meer zekerheid. En het is natuurlijk in de voetballerij was het elke keer een jaarcontract. 2 jaartjes, een jaartje en... ja, ik wilde eigenlijk wat meer stabiliteit voor mijn gezin. En Lisse kwam met een mooi contract.
En ik heb nog wat oriënterende gesprekjes gehad, maar het was allemaal niet dat je dacht van... ik noemde het voor de grap altijd betalen om te voetballen in plaats van betaald voetbal, zeg maar. Maar kan je dan ook niet zeggen van, als je naar jouw cv kijkt, dat je er net niet goed genoeg was om de absolute... Wat toepasselijk trouwens, cv. Ja. Hij maakt ermee. Nou ja, kijk, het is ook wat ik net zeg. Het is waar hou je van wat voor type keeper hou je? Ja. Hou je van iemand die meevoetbalt en ver voor de goal keept? Of hou je van iemand die goed op de lijn is? Waar kies je voor? Wat past bij jou als trainer zijnde, maar ook bij jouw club, zeg maar? Dus jij zegt, als je misschien wat meer geluk had gehad... of de juiste trainer op het goede moment had getroffen... dan had er wel wat meer in gezeten. Je moet geluk hebben. Kijk, ik weet dat ik bijvoorbeeld mijn eerste jaar... naar het betaalde voetbal ging ik naar AGOVV. In Apeldoorn, ja. Ja, en daar stond Posma op de goal. En er gebeurde gewoon nooit wat mee. Die was gewoon, ja... Die keepte gewoon alle wedstrijden. En als hij dan een keer last had, dan keepte hij nog. Ja, kijk, en als er dan wat gebeurt... en je bent 17, 18 of 19 jaar en je komt erop en je doet het goed... kan het natuurlijk gewoon heel anders verlopen. Ja. Alleen ja, dat geluk had ik dus. Wat ik net zei over die andere keeper. Van AZ, die zal... Van Owusu Oduro, ja. Dolgelukkig. Die krijgt ook de kans nu, hè? Die maakt gewoon zijn Azië-cup komt eraan. Ja, en die maakt gewoon zijn Europese debuut. Ja. En dadelijk zijn wedstrijden spelen in... Als dat goed gaat. De eerste van AZ. En je bent jong. En ja, dat zeg je wel goed. Als het goed gaat. Als het goed gaat, ja. Nou ja, goed. Maar je weet de filosofie van AZ. Dus dat ze het liefst gewoon spelers vanuit de jeugd door laten stromen. Maar Piet, al zou het niet meteen goed gaan. Die jongen is nog jong, weet je wel. Die hoeft er natuurlijk niet meteen te staan. Nee, maar dit is wel een cruciale wedstrijd. Dit wel handig als hij gewoon ballen tegenhouden. Ja, je bent je Gorter wel gezien dat één zo'n wedstrijd in de Cruijffschaal dat dan wel een schaduw voor het werpt. Hè? Ja. Maar is dat zo trouwens, Roy? Als je op de bank zit en dat wil je natuurlijk niet, maar toch in je achterhoofd van... Als je een beetje doorlaat? Moest nu even een klein kopje krijgen. Nou, nee. Kijk, ik heb wel eens een interview gelezen van José Fortes Rodriguez. Die Pieter wel ook. En die zei ook van, ja, kijk, je wil het eigenlijk niet... want je gunt gewoon niemand wat slechts of zo. Nee, maar je wil eigenlijk ook wel gewoon je kans krijgen om jezelf te laten zien. En dat kan je gewoon niet ontkennen, want het is in de voetbalrij toch altijd gewoon... zogenaamd teambelang, zegt altijd iedereen in een interview. Ieder voor zich. Ja, maar als je gewoon heel eerlijk op de man afvraagt... als jij nou kan kiezen van... als je nou aan mij vraagt van jij kan naar Barcelona... of je beste vriend, dan kies toch altijd voor jezelf. Ja. Ik weet zeker dat in mijn begin van mijn carrière... was ik geen leuke bankzitter, hoor. Nee, ik wou gewoon spelen. Ik schopte echt iedereen op de training onver... net zolang ik erin stond. Is het een egoïstische wereld, die voetbalwereld? Ja, tuurlijk. 1000%. Tuurlijk. Dus iedereen, met z'n allen, dat is niet meer... Hè? Iedereen denkt aan zichzelf alleen. En nu helemaal, kijk, ik kan het nu niet vergelijken... maar wat er nu tegenwoordig verdiend wordt. Ja. Ze zeggen allemaal, we zijn een team. Maar ja, uiteindelijk denkt iedereen aan zichzelf. Ja. Ik vind wel de kunst van een goede trainer. Ja, dus als je zegt, een goede trainer van maken. Ja, die kan ook zeg maar het zo brengen... dat je zeg maar, als individu, als het team goed draait... dat je als individu ook zeg maar, beter in de picture komt. Zeg maar. Nou ja, en een goede trainer kan ook zorgen dat speler 16, 17 en 18... ook zijn bijdrage levert... Je ziet altijd die mensen aan de scoren en dan gaan ze dit doen met hard op de goede plaat en winterstop zijn ze weg dan. Ja, hou op, man. Ja. Dat geloof ik ook wel, Piet. Ja. Dat is toch totale onzin. Ja, het lijstje is een stuk kleiner, maar de foto heeft ongetwijfeld een mooi verhaal. Ja, dit is eigenlijk een foto van mezelf en Erik Schouten bij een soort kidsmiddag bij FC Volendam. Heeft hij nou een snor, zie ik? Die heeft niet zoveel haargroeps gezien. Oh, nee. Het lijkt het nog, maar het is de schaduw. Ja, Erik Schouten. Erik, heb ik ook nog getraind. Die heb je ook nog getraind. Ja. Hij was een van de grootste talenten van AZ vroeger. Ja. En ik ken hem eigenlijk zeg maar, vanaf jong AZ. En toen kwam ik hem later hier tegen bij Volendam. Maar eigenlijk heeft dit zeg maar, twee betekenissen. Omdat ik het vooral als voetballer het leukste vond altijd. Zeg maar, om wat te kunnen betekenen voor kinderen. En als je zeg maar, zo'n middagje doet... Dan zie je die kopjes stralen en dan... Wie is dat kindje? Ik heb geen flauw idee. Die was fan van Erik Schouten. En die had volgens mij ook dezelfde... Niet van jou? Ja. En nu wel, zeg maar. Ja. Ja, Schouten die is inmiddels denk ik een jaar of 18 of zo. Ja, leuk. Die moet dan, als je zit te kijken en je staat op de foto... Ja, dan stuur je even een mailtje naar ons onderstaand mailadres. Ja. Als je op de foto staat nu met Erik Schouten... Maar hij is al bezet, hè? Hij is al bezet. Ja, nee, maakt niet uit. Okay. Maar ja, maakt verder niet uit. En dat beeldje... Nou ja, omdat jij net zei van of je net niet goed genoeg was. Want dit was ik toevallig beste keeper op een internationaal toernooi. Oh, ik krijg hem nu even terug van je. Ja. Op een internationaal toernooi uit Geest. Het Cor Groenewegen toernooi. Meneer Groenewegen is helaas een x-aantal jaar overleden. Maar het toernooi is nog steeds in stand. Ja. Elk jaar een best wel goed bezocht internationaal toernooi. Jazeker. En toen dat ik daar beste keeper van het toernooi werd. Met Utrecht. Heel gekscherend.
zat ik 2 weken later zonder club, zeg maar. Dus zo gek aan de voetbalrij lopen. Ja. Zeg maar, En nog één ding over de jeugd. Want jij zegt, ik vind het leuk om met jeugd wat dingen te doen. Doe je in het voetbal nu niks met kinderen? Nee, ik heb gewoon te druk met mijn gezinsleven. Ja. Maar ik zeg maar, dat we bijvoorbeeld bij Almere hadden bijvoorbeeld een klik met Only Friends. Dat, ja, in Amsterdam, zeg maar. Ja, dat ken ik. Ja, van Dennis Gerritsen. Ja, Dennis Gerritsen. Maar zijn broer, Roy Gebbink, die was teammanager bij ons. Ik kom daar elk jaar. Ja, en ik vond dat zo enorm leuk om te doen. Ja. Als je zeg maar, er waren dan minder valide kinderen en die mochten dan toch, die vallen zeg maar buiten de boot bij normale sportorganisaties. Ja. Of het nou judo is, of voetbal, of zwemmen, dat maakt even niet uit. En dan gingen wij dan zeg maar, met Almere City altijd zeg maar heen. 1 keer per jaar minimaal. Ja, ik vond dat zo leuk om te doen als je die kopjes van die kinderen ziet. Wat je zeg maar in hun ogen echt helemaal de held bent. Terwijl je eigenlijk bij Volendam of Almere, met alle respect voor alle clubs, gewoon op de bank zit trouwens dan nog. Maar als je dan ziet wat je voor die kinderen kan betekenen, dat vind ik echt. Vond ik altijd echt heel leuk om te doen. Dat is toch het mooiste dat er is. Ja, als elftal van FC De Aftrap met voetballers van Ajax, AZ, Volendam en Telstar. Onder de lat staat de nu geblesseerde Matthew Ryan van AZ. Hij raakte dus geblesseerd in de hersteltraining. Dan achterin Sugawara van AZ, Bruno Martins-Indy van AZ, Mirani van Volendam en Hato van Ajax. 4-mans middenveld met Kelvin Twicht van FC Volendam. De AZ'ers Klaasie en Van Bommel. En dan weer Volendammer Robert Muren op 10. En dan voorin 2 spitsen. Brobby van Ajax en Pavlidis van AZ. Scheidsrechter is Serdar Gezbuyuk. En de coach is sinds vorige week John van het Schip. Piet, jij bent de trainer geweest bij Zandvoort Meeuwen, hè? Heel lang geleden. Ja, mis je dat? Of, Nee, totaal niet. Okay. Nou, je mag nu nog even in je oude rol dan als trainer. Mijn oude rol? Nou, het is eigenlijk heel simpel voor mij. Want Ryan is geblesseerd. Ja, gaat eraf. Dus die gaat eraf. Dat lijkt me logisch. Nou ja, dan is de vraag. En dan komt het nieuwe talent van AZ ervoor in plaats. Owusu Oduro. Het is dat jij het zegt. Ja, ik denk ik help je nog eentje. Ja, die hebben we nog niet in Delft toch gehad. Nee. Daar heb je nog geen beeldje van. Nee, dat heb ik nog, die moeten we even gaan maken. Maar dat lijkt me een logische keuze. Hebben we tot 12 januari de tijd voor. Gewoon talent dat de kans krijgt, daar ben jij wel fan van. Ja, ik vind zo'n belangrijke wedstrijd. En hij krijgt de voorkeur, denk ik. Dat, laat het maar zien. Laat maar zien, grijp je kans en wie weet waar het toe leidt. Ja, ik denk dat voor die jongen natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid om zichzelf te laten zien op dit niveau. Snap jij dat de Hobie van Rulst niet speelt, Piet? Ik ken Hobie, heb ik nog meegemaakt natuurlijk bij AZ. En ik vond Hobie ook een goede keeper. Dus ik weet niet, daar kun je niet over oordelen als je niet erbij zit. Nee, oké. Roy, wie mag er wat jou betreft in en wie gaat er dan automatisch ook uit? Nou ja, ik durf Hato er niet uit te halen, want dat doe ik jou geen plezier mee natuurlijk. Nee, die heb ik erin gezet ooit, ja. Mirani heb ik mee gevoetbald, dus die laat ik er zeker in staan. Dus dan ga ik helaas toch Bruno Martins-Indy eruit halen. En dan wil ik Bouyamba, zeg ik het goed? Xavier Bouyamba. Bouyamba van Volendam. Viel me op dat hij was terug in het centrum tegen Feyenoord natuurlijk. En speelde 70, 71 minuten mee. Klopt. En deed dat heel erg naar behoren. Dus als je dan toch een lichtpuntje mag noemen van FC Volendam, dan deze jonge jongen maar. En hij was eruit toen die kopgoal natuurlijk van Jiménez. Ja. Dus dan een lichtpuntje voor FC Volendam en toch deze moeilijke tijd, zeg maar. Ja. Deze jongen. Staat erin en we hopen dat hij fit blijft. Want hij is natuurlijk vaak om duistere redenen afwezig. Hè? Ja, hij is een tijdje eruit geweest. Ja, en we weten niet privacy van wat. Ja, privacy. Ja, mag je niet meer zeggen. Ga lekker zitten, Piet. Wil je reageren op ons elftal van FC De Aftrap? Dat kan uiteraard via X en dat kan ook via het onderstaande mailadres. Goed, we zijn aan het eind gekomen van ons programma. Ik wil onze gasten bedanken voor jullie komst. Ja, volgende week zijn we er niet, want we gaan naar de feestdagen toe en het oud en nieuwe gezellig vieren. Veel plezier daar uiteraard bij. Maar 12 januari, Jack, zijn we er weer. 12 januari zijn we er weer en dan zijn onze gasten Marianne Timmer en Joeri van der Buske. En Joeri van der Buske is weer de maker van het nieuwe boek van Marianne Timmer, Timmerfabriek. Dat allemaal dus op 12 januari. En voor nu dus namens ons allemaal hier hele fijne feestdagen gewenst. Dag. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Jan Smit BV, Molenaar en Zwarthoedadviseurs, Mick Toren en Kranenverhuur Volendam, Tol Plaatwerk, Supportersvereniging Volendam, Kras Recycling en Kivo Plastic Verpakkingen.